Oh, ik was zo blij toen ik deze zag staan. Oh jee. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Denise Anna. Je kan me kennen van mijn YouTube kanaal Denise Anna of mijn Instagram account Denise Anna YouTube _. En vandaag een video waarin ik cadeaus heb geshopt voor de feestdagen. En voordat we gaan beginnen, vergeet deze video niet een duimpje omhoog te geven. En vergeet ook niet om even te abonneren. En ja, laten we beginnen. Nou, ik heb echt een mega tas weten te scoren. Hij zit helemaal vol. En misschien wel leuk om te weten is dat al deze cadeaus samen onder de 50 euro waren. Dus, en ik heb echt heel veel leuke cadeaus gevonden. Laten we beginnen met het eerste item. Dat is namelijk ja, dit gift setje. En hier zitten van die bruisballen in. En ik vind hem vooral heel erg leuk omdat hij helemaal kerstdag is ingepakt. En op de achterkant staat welke bruisballen erin zitten. Dus ik zie eentje met vanille, met lavendel, cotton candy. Nou, allemaal dat soort heerlijke geuren. En deze gift set die kost €3,33. En het volgende wat ik vond, dat is deze tapas mix set. Ja, ik vind het heel erg leuk, want bij de feestdagen hoort natuurlijk lekker eten, lekker borrelen. En daarvoor heb je dus zo'n tapas gift set nodig. Ik zou zelf dit soort dingen echt super graag willen winnen tijdens zo'n dobbelspel bijvoorbeeld. En ik vond hem heel erg leuk dat je en glaasjes erbij hebt met lepeltjes, maar ook vierkante bakjes waar je dan gewoon chips en zo in kan doen. €4,99. Het volgende wat ik vond, ja, dat is echt heel erg random. Maar ik vind het heel erg leuk om dit bijvoorbeeld cadeau te doen. En ik vind dus vooral de kleur heel erg leuk. En daarbij dat hij velvet is. En hij heeft een gouden rits. Ja, ik vind het echt een top ding. En ik vind het echt zo'n leuk item wat je dus cadeau kan doen. En deze tablethoes die is €2,95. En het volgende is weer een super leuke gift set. Ja, dit is een gift set die is ja, helemaal leuk al ingepakt in een slee. Een gouden slee met glittertjes. En er zitten dus zeepjes in, body lotion, een spons, kijken, shower gel. Nou echt van alles zit erin. Gewoon het pakket wat je volgens mij moet hebben in je badkamer. En een pakket wat heel erg leuk is om te geven. Want ja, kijk nou eventjes hoe leuk die eruit ziet. En deze slee gift set die kost €4,95. En het volgende wat ik vond, ja dat is misschien een beetje kinderachtig. Maar goed, met de feestdagen geef je natuurlijk ook cadeaus aan kinderen. Of nee, althans ik. Ik heb een klein nichtje. En nou, die zal dit echt super leuk vinden om hiermee te spelen. Ik zag het voorbij komen en ik moest meteen aan haar denken. En ik, ja, dit zijn nou leuke dingetjes om cadeau te doen aan kinderen. Het is dus ja, gewoon plastic groente wat je dan door midden kan snijden. Nou, dat mesje is natuurlijk niet scherp. Het is gewoon echt voor hele kleine kinderen. En ja, vond ik gewoon heel erg leuk. En de prijs hiervan is €2,27. En ook vond ik dit superleuke Max & More make-up setje. Dit is dus een superleuke rode make-up gift set. En als ik even kijk wat erin zit. Nou, ik zie oogschaduw, een kwartje, mascara. Volgens mij is het een lippotlood met bijbehorende lippenstift. Ja, dat is het. Echt onwijs veel. En ja, heel erg leuk natuurlijk om dit ook cadeau te doen. Dit is echt superleuk ook om te krijgen. En deze gift set die kost €5,79. Ook vond ik het volgende, namelijk een diffuser. Oh, ik was zo blij toen ik deze zag staan. Want zelf heb ik al een diffuser en ik ben er echt heel erg blij mee. En hoe leuk is het om iemand anders deze diffuser cadeau te doen. Het is echt een wereld van verschil of mijn diffuser uit of aan staat. Ja, ik ben echt mega fan van diffusers. En daarbij vond ik ook meteen een leuk oliepakketje. Dit zijn van die geurtjes die je er dan in doet. En dan gaat de ruimte lekker ruiken. Er zitten echt heel veel soorten geurtjes ook hierin. Ik zie vanille, iets met aardbei, meloen, iets met een zee volgens mij. Nou, in ieder geval echt heel veel soorten. Deze die kost €9,95. En deze olie die kostte €1,89. Goed, dan gaan we verder. Want ja, om al die cadeaus in te pakken heb je natuurlijk ook inpakpapier nodig. En ik heb echt het allerleukste inpakpapier ooit gevonden. Namelijk dit. Dit is inpakpapier. Nou ja, de ene rol is zilver met glitters en de andere is goud met glitters. Maar ook echt
volledig bedekt onder de glitters. Echt super leuk. Stel je even voor hoe gaaf dat eruit ziet. Ja, om bijvoorbeeld cadeaus hier mee in te pakken en dit dan onder de boom neer te leggen. Ja, echt fantastisch. En de prijs per rol is €1,19. Daarbij vond ik ook deze naamkaartjes die je dan inderdaad aan je cadeaus kan hangen. Vond ik heel erg leuk om te combineren met dat glitterpapier. Ja, daar zitten dus ook touwtjes bij en verschillende naamkaartjes. Dus dat is hartstikke handig. Oké, de prijs die staat er niet op. Prijzen weet ik niet jongens, hij staat er niet op. Oh jee. En het volgende wat ik tijdens de feestdagen als cadeau wil geven aan iemand, dat is dit heerlijke Jade Roller pakketje. Zelf heb ik de Jade Roller al en ik gebruik hem echt dagelijks. Ik vind hem echt fantastisch. En hier heb je nog een leuk pakketje erbij met een haarband erbij. Dus dan kan je lekker je haar naar achter houden. En nou, super leuk toch om dit cadeau te doen. En deze Jade Roller die kost €2,49. Ook vond ik, ja dit is echt heel random, maar een fotoboek. Ik vind er heel schattig uitzien. Hij is wit met roze en dan met de gouden hartjes en een gouden strik. Ik vind de laatste tijd steeds leuker om gewoon foto's in mijn hand te hebben in plaats van alles op mijn telefoon te hebben staan. Dus ja, ik zou het best wel leuk vinden om bijvoorbeeld zo'n fotoalbum te ontvangen. Dan zal ik hem zelf helemaal leuk gaan indelen. En volgens mij zijn er meerdere met mij die hetzelfde erover denken. Dus ik denk dat zo'n fotoalbum echt een heel erg leuk en origineel cadeau is. En het fotoalbum die kost €2,99. Goed, en het volgende, ja, dat is ook een beetje random, maar dat is een scoreblad. Dit is een scoreblad voor bijvoorbeeld als je Yahtzee speelt. Nou, bij mijn familie spelen we heel erg graag Yahtzee. Dat vinden we zo'n leuk spel. En we zijn heel vaak door deze blaadjes heen. Dus nou, super leuk om bijvoorbeeld dit in te pakken. En dan in een dobbelspel mee te nemen tijdens de feestdagen. En dit bloknootje dat kost 45 cent. Tot slot vond ik deze heerlijke geurkaars. Ja, hij ruikt een beetje ja, zoetig. Ik vind hem echt super lekker ruiken. En ja, dat is ook altijd wel leuk. Ik denk dat iedereen altijd wel blij is met geurkaarsen. En deze geurkaars die kost €1,99. Goed, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video. Ik vind zelf dat ik echt super leuke cadeaus heb weten te scoren bij Action. En heb ik jou nou op ideeën gebracht? Laat hem eventjes weten in de comments ja, welke items jij ook gaat kopen voor de feestdagen om deze bijvoorbeeld cadeau te doen aan iemand anders of ja, aan jezelf. Vergeet niet te abonneren en dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!